Inwoners van de gemeente Den Haag kunnen elk jaar meedenken over de toekomst van hun wijk. Bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten voor de jeugd, een groenere leefomgeving of het organiseren van bijzondere feesten. Bewoners kunnen in de maand september zelf met ideeën of initiatieven komen waarvoor de gemeente een apart budget heeft vrijgemaakt. Een voorbeeld is het Schelpenpad in Den Haag-Ypenburg, bedacht door bewoner Ben Duivenvoorde. We staan hier op het Schelpenpad. Dit was 3 of 4 verschillende paden en het was eigenlijk één zootje en daardoor werd het alleen maar rotsig rommeliger. Ik heb het voorgesteld aan de gemeente van maak er één mooi rond pad van en dat hebben ze ook exact zo uitgevoerd zoals ik het graag wou. Ik ben benaderd door het stadsdeelkantoor met de heugelijke mededeling dat ze eindelijk het pad gingen aanleggen. Wij hebben daar al jaren om gevraagd, maar dat kon niet vanwege de plofzone van TNO met alle gevaarlijke stoffen daar. Rond het hele pad zie je dus steeds andere facetten. Zoals hier, grasveld, aan de overkant bos, aan de andere kant de woningen. Daarbij is het gewoon een fantastische aanwinst geworden voor de hele wijk. En het park is nu ook bij de wijk betrokken. En eerst was het een zootje apart. Ik ben ook blij dat in kader van al die financiële bezuinigingen van gemeentes, dat ze toch openstaan voor bewonersinitiatieven. En dat we eigenlijk weer een nieuw stukje aanwinst hebben gekregen in onze hele groene wijk Bosweide. Ook het stadsdeel Laak heeft iets nieuws. Een spetterende waterdag voor de jeugd. Het idee kwam van een meisje die deze brief schreef aan de stadsdeeldirecteur. Het is leuk in deze wijk met een speeltuin en andere dingen. Maar we missen nog iets. Missen we een hotel, maar het past niet in deze wijk. Ik weet het misschien. Een zwembad. We kregen een opdracht van de juffrouw. En de opdracht was om een brief te schrijven om wat we kunnen veranderen in deze wijk. En ik had een zwembad, maar dat was veel te duur. Dus de directeur van de wijk had een idee om een waterfeest te houden. Het organiseren van de waterdag is opgepakt door Debbie van Moeder- en Kindcentrum Bijeen. Er zijn 4 grote zwembaden, net gevuld door de brandweer. Er komt straks een heel groot waterballonnengevecht. Er zijn zo'n 500 waterballonnen gevuld. Je kan bellen blazen met superbellen, knutselen en gewoon heel veel gezelligheid. Een goede sfeer in de wijk. Alle kinderen spelen, juichen en ze vinden het leuk. En het is een warme dag, dus het is echt een dag om met water te spelen. En ook wethouder Bal Deelsing kijkt met trots naar het geslaagde initiatief. Heeft u ideeën om uw stadsdeel, uw wijk, leefbaarder, groener, maar vooral ook socialer te maken? Laat het mij dan weten. Ga naar de website van uw stadsdeelorganisatie en vul het in. En dan kunnen wij ervoor zorgen dat dit soort mooie activiteiten blijven plaatsvinden om mensen nader tot elkaar te brengen. Yeah!